En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag begin ik eens voor de verandering in mijn stal. Ja, natuurlijk zijn de Jorvik Warmbloeds en alle andere paarden met dat met diezelfde bouw, die zijn veranderd. En ja, ik vind het niet echt een verbetering. Voor mij hadden ze best gewoon normaal kunnen blijven, aangezien ze nu echt op de hoe heet het nou, ik ben even de naam van het ras kwijt, de Lipizzaner lijken. Tenminste, dat vind ik. Kijk, als je deze even innoet, ja, ik weet niet, maar ik vind ze erop lijken. En ik ben volgens mij niet de enige die ze erop vindt lijken. Ze zijn nog niet echt bepaald origineel. Kijk. Ja. Tuurlijk, jullie kunnen ook gewoon zien hoe het is veranderd. Want jullie hebben allemaal zelf ook een Jorvik Warmbloed. Maar ook bij mijn andere paarden. Ik vind het gewoon niet leuk. Maar hij had het best gewoon normaal kunnen blijven. Net zoals, kijk, deze is nu ook veranderd. En, ja, ik weet dat mijn paarden zijn sip. En deze. En dat vind ik niet leuk. Ik heb ze gekocht omdat ik ze toen leuk vond. En nu vind ik ze gewoon minder. Maar goed, ik ga er wel gewoon op rijden. Voor de verandering. Zo. Ik ga hem wel even verzorgen, want hij komt namelijk van Paardeneiland af, gisteren. Gisteren was het woensdag, dag donderdag. En toen heb ik van Paardeneiland afgehaald, dus ja, hij is nogal sip. En anders is hij nogal slow. Maar ik vind het nogal meevallen hoe slow hij is. Ook is die sip, het valt nogal mee hoe slow hij is. Vind ik dan. Maar goed, ja. Let's go. Want ze hebben ook een merkvest en een nieuw zadeldek aan het winkelcentrum toegevoegd. Dus daar gaan we ook even heen. En een nieuw gratis cadeau in Moorland. Daar ga ik eerst wel heen. Voor de lifetime ding. En ik ben lifetime, dus het komt mooi uit. Maar ja, misschien moet ik ook wel aan wennen, maar ik vind het gewoon niet leuk dat ze dit hebben veranderd. Voor mij had het normaal mogen blijven. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind dit een stuk minder leuk. Sorry, ja. Iedereen zijn eigen mening, maar ja, dat is mijn mening. Ik vind dit gewoon minder. Dit is gewoon niet meer het paard dat ik in het begin kreeg. En dat vind ik gewoon niet leuk. Daar hou ik niet van. Maar goed. De lifetime winkel is hier. Oh, meerdere zelfs. kopen voor 0 star coins. Lekker makkelijk. Oké. Blauwe jeans van topkwaliteit. Rijen van topkwaliteit. En stijlvol donkerblauw hoofdstel. Oké. Ja. Het enige nadeel is dat het niet echt snelheid of iets heeft. Maar goed, we gaan naar Fort Pinta, naar het winkelcentrum. Dus, heb ik nog meer te vertellen? Ja, nee. Paardenmarkt, maar die is dus niet echt heel bijzonder. Paardentrailers zijn veranderd, dat heb ik al gezien. Dat vind ik op zich nog wel leuk, dat ze dat veranderen. Voor de rest is er niet echt iets nieuws. Dus het is niet echt een hele interessante update. Maar ja.
Ja, ik zat op mijn mobiel te kijken. We zijn er bijna. Ja, ik ga eerst even naar die trailer toe. Kijk. Wow, die trailer is wel groter. Daar hebben ze wel gelijk in. De Sherry's die zat echt zo de hele tijd met haar hoofd tegen dat dak aan. En ja, dat is gewoon handig. En nu is dat niet zo. Nog 1 minuut. Ik ga wel daarheen. Ik ren echt gewoon heen en weer, heen en weer, heen en weer. Maar ik heb dus vakantie. Yay, dit is al mijn 4e dag vakantie. Nou ja, eigenlijk mijn... even denken, mijn... 8e dag of zo. Want ik had eigenlijk donderdag vanaf... iets van 9:45 was ik klaar op school. Ik had terugkomdag. Was serieus. Had je natuurlijk net daar aan. Had ik een terugkomdag. En ik dacht dat ik daarna nog gewoon terug moest naar stage. Want ik liep stage. En dat ik vrijdag ook nog gewoon moest stage lopen. Maar dat bleek dus wel niet. Want hij zei, ja. Of nee, mijn coach die zei van. Ja, als je de enquête over je docent hebt ingevuld. Moesten we doen. Waarom niet waarom. Maar het zal wel. Dan begint je vakantie. Ik dacht, vakantie. Ik dacht dat ik nog stage moest lopen, maar ik dacht, ik maak gewoon de week af en ik ging gewoon naar mijn stage, terwijl het eigenlijk al niet hoefde. Maar eigenlijk is dit dus al mijn 8e vakantiedag, wow. Het was een vest en een dekje. Ga eens weer hier kijken, wat helemaal nieuw is, want ik ben hier ook een hele tijd niet geweest. Wel met de missies, maar niet voor shoppen. Ja, laat maar. Dankjewel. Oh, die is niet slecht. Ja, laat een jurk kopen. Nee, gewoon niet. Blijf warm tijdens buitenritme. Dit is de volle kleding. Oeh. Die is niet slecht. Die vind ik niet lelijk of zo. Alleen ik heb er echt geen geld voor. En ik ga er niet 102 Starco's aan uitgeven. Ja, nou. Misschien ooit. Dat ik die ga kopen. En een dekje. Kijken. Mag ik boven ook even kijken of ze iets bij de accessoires nog hebben veranderd. Of daar nog nieuwe spullen bij zijn. Staan. Denk het niet, maar... Je weet het niet. Oh wow, echt gewoon een blauw dekje. Op zich hou ik wel van blauw voor paardenuitrusting. Alleen, dan moet ik er wel een ander zadel bij doen. Want ik ga niet blauw, blauw, blauw doen, denk ik. Het is een beetje te blauw. Maar het staat niet slecht. Het zou op zich ook wel kunnen. Alleen waarom kost het zoveel? Ik heb er allemaal geen geld voor. Nou ja. Laten we maar gewoon verder gaan. Met, ja, ik weet niet. Paardenmarktmissies is ook zo saai. Want meer is er niet te beleven. Nou, weet je wat? Ik doe gewoon nog de paardenmarktmissies. Waarom niet? En ja, voor de rest heb ik niet zoveel te vertellen, want ik spook niet zo heel veel uit in mijn vakantie. Ja, ik ga nog wel vakantie voeren op school, maar dat is ook pas eind juli. En dat is maar 2 weekjes, dus... Ja... Yeah.
tot die tijd. En sowieso, het is maar een ochtend en daarna heb je ook gewoon nog de hele dag vrij. Dus, ja. Barney. Ja, hier komen we, Barney. Ik wil geld en ik wil XP van jou. Het paard kwam iets te enthousiast aan. Nou, waarom kijk je zomaar deze kant op? Dat is niet leuk. Hey. Doei. Nou, ze zien me allemaal. Dat is niet leuk. Die zien me ook. Die niet, ha. Ik puf. Oké, even kijken. Haha, doei. Oké, nog één. Hoe wist ik dat? Nou, ik heb ze al veel te vaak gedaan, deze missie. Oh, we worden bijna aangereden. Snel. Oh nee, we worden niet aangereden. Wauw. Ik ben ook heel slim. Ferdinand, ik heb portos voor de paarden. Kom ik. En mijn paard die niet al te vrolijk is. Oh nee, moeten we paarden gaan vangen. Oh, ben ik zo slecht in. Ik ren ze altijd als een mogol achterna. Op Star Stable. Niet in het echt. Ik maak geen zorgen. Toen had ik in mijn rijtje ook paarden en ponies. Maar daar ga ik ook niet achteraan rennen hoor. Maak je maar geen zorgen. Ga ik echt niet achteraan rennen. Dan maak je ze alleen maar bang. Oké. Ja, maar ik... Weet je, ik ga gewoon over mijn stage praten. Ja, op mijn stage hadden ze dus best veel dieren. Het was echt een hele grote kinderboerderij. Ik ga de naam niet zeggen, maar ik kan misschien de plaats wel zeggen. Ik weet niet. Ja, ik weet niet of ik dat zeg. Ik woon in ieder geval niet in die plaats. Het was in Leiden. Ik denk dat de meesten wel weten waar Leiden is, denk ik. En anders zoek ik maar op Google Maps. Dus, het was in Leiden. Ik ga niet zeggen hoe die heet. Dat hou ik geheim. maar het was daar dus heel groot. Paarden, ponies, geiten, schapen, varkens. Die heel veel lawaai kunnen maken als ze honger hebben. Niet normaal. Je kan niet eens meer normaal met je collega's praten als... Als ze zo'n herrie maken. En ze hadden ook dwerggeitjes. Zo schattig. Konijnen, cavia's. Wat noem je? Ja, ze hadden herten. Maar dat was niet het kinderboerderij zelf. Maar het zijn wel die schattige geitjes. Is het koeien? Hadden ze nog? Een paar ponies, had ik al gezegd. Volgens mij heb ik ze dan nu allemaal een beetje gehad. Oh ja, en kippen. Eenden. Baby eentjes. Zo cute. dat was het wel. En ik vond het wel... Ik vond het echt wel leuk. Maar het is ook gewoon zo schattig met die dieren. Dat is zo leuk. Ah. Natuurlijk vond ik de paarden en de ponies een van de leukste. Die ze hadden. En ze hadden een veulentje. Zo schattig. Cas. Best eigenwijs veulentje ook.
Maar goed. Ik ben klaar met de missies ondertussen. Dus ja. Ik denk dat ik maar nu ga afsluiten. Want ik zou niet weten wat we anders moeten doen. En anders wordt het wel een hele lange let's play. Waarin ik niet zoveel nuttigs meer doe. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!